VBRO nodigt artiesten uit Vlaanderen en Nederland uit in de Radioclub. Nou, kijkers en luisteraars natuurlijk van de VBRO, ik dank jullie hartelijk voor de aandacht. Maar vooral ga genieten van de VBRO en van Marco de Hollander op jouw favoriete radiozender. Vanmiddag bij ons de gast in de VBRO Radioclub, Marco de Hollander. Goedemiddag en welkom, de eerste keer in Vlaanderen voor jou. Ja, niet de eerste keer, maar wel bij jullie in de studio. En daar ben ik heel blij mee dat ik hier eindelijk een keer in jullie mooie studio te gast ben. Met ook een gloednieuw album. Ja, Vol Passie, dat is het nieuwe album van Marco de Hollander. 14 liedjes, dat allemaal omtrent het 12,5-jarig bestaan wat ik afgelopen tijd heb gevierd. En daar zijn we nu mee op pad om dit album goed te promoten. En een van die leuke liedjes is natuurlijk het duet met Frank en Mirella. Ja, absoluut. Daar ben ik heel trots op, want we hebben een duet samen opgenomen die zowel hier in België, maar ook in Nederland enorm veel wordt gedraaid en wordt gepromoot. En daar zijn we heel blij mee dat die samenwerking zo mooi tot stand is gekomen. Ja, en zo zijn we lekker bezig in het muziekwereldje. Ja, Nederlandstalige muziek werd jou eigenlijk met de paplepel ingegeven, hè, destijds? Absoluut, ja, ja. Bij mijn ouders thuis was er een Nederlandstalige piratenzender vroeger, nu een lokaal station. En nog steeds is daar het Nederlands lied wat hoogtij viert. En ja, dat vind ik zo leuk, want met al die artiesten waar ik ook op de planken mee sta, daar maak ik ook radioprogramma's mee. Ja, het is eigenlijk continu muziek waar we mee bezig zijn. Dat is heel erg leuk. Frans Bauer en Marianne Weber heb je daar eigenlijk weten starten, zeg maar. Ja, ja, die heb ik daar zien beginnen. Ja, dat is wel heel erg mooi. Vooral Frans is heel dichtbij gekomen natuurlijk. Want Frans heeft zijn Mariska uit hetzelfde plaatsje Ter Aar vandaan gehaald. Waar ik ben opgegroeid. En dat zijn mooie momenten. En Marianne Weber ook. Voordat ze nog maar bijvoorbeeld in het Holland Duo stapte, kwam ze al bij ons over de vloer met haar allereerste echte vinylsingeltjes nog. Ja, dat zijn mooie collega's geworden nu ondertussen. Leuk. Ja, een nieuw album, Vol Passie, van Marco de Hollander. Je zei het zelf al, 14 leuke liedjes. Ook liedjes van vroeger die niet vergeten zijn, maar die eigenlijk in een nieuw jasje zijn gestopt, zeg maar. Ja, precies. Ja. Onder andere het prachtige liedje vind ik zelf, Bedankt Lieve Ouders, wat ik heel graag wilde opnemen. Een liedje met een hele mooie boodschap erin. Maar liedjes die je eigenlijk niet meer in de zalen van Nederland vooral hoort. Ik denk, die moeten gewoon weer eens opnieuw opnemen. Een prachtig kinderkoor erbij gezet om het nog weer even naar deze tijd te halen. Ja, dat zijn liedjes die eigenlijk niet vergeten mogen worden en die nu heel erg mooi op het album sieren. 12,5 jaar ben je bezig, dat heb je ook gevierd eind maart, dacht ik, hè? Ja, 2 uitverkochte concerten mocht ik daar geven bij ons in Ter Aar. Bommetje vol en ja, zoveel fans die er naartoe kwamen. Dat is heel erg mooi om te mogen beleven, ja. Ja, wat brengen zo de komende maanden? Want je hebt een nieuw album uit, die staat vaak op de planten, op de plank liever. Heb je nog tijd om te slapen eigenlijk? Nou ja, we plannen het slapen tussendoor. Dus al die leuke activiteiten die ik aan het doen ben. Er komt een hele leuke, vrolijke zomersingle uit. Die hebben we stiekem uit België vandaan gehaald. Dus dat wordt... Verklap je het al of niet? Nee. Want straks gaat een andere artiest ermee verdoor met dat idee. Maar wat in Nederland geen hit is geweest nog van die Belgische zanger, denken wij, misschien moeten wij dat eens gaan proberen. Het wordt een spannende single ook voor jullie. En voor de zomer, de maanden. Gaan we vervolgens op tournee en gaan we weer heel veel leuke evenementen aandoen. Waar kunnen mensen uit Vlaanderen jou volgen? Facebook, website bijvoorbeeld? Ja, Twitter, Facebook, marcodehollander.nl gewoon intikken. Op deze website word je gewoon doorgelinkt naar alles wat ik doe. Dus heel simpel. Meer videoreportages kan je bekijken via onze Facebookpagina.